je de puinhoop aan het opruimen. Daar gaat ze. Het ging net echt te hard regenen. Ik ben even bij. Het ruikt echt lekker. Oh, dit is zwaar, joh. Weet je de film ook weer? Echt, ik ben elke avond andere dingen aan het doen. Goedemorgen, het is zaterdag. Ben je de puinhoop aan het opruimen? Want Sarah heeft geloof ik een hele verbouwing gedaan. Alles van boven naar beneden gehaald. En die was hier net helemaal in een chillplek aan het ontbijten. Ze is zich nu aan het aankleden, want ze wil heel graag voor moederdag zelf winkelen. En ik breng het dus naar de winkels en dan moet ik buiten gaan hangen of zo. En dan kan ze de eigen dingetjes kopen. Echt zo schattig en ze wordt zo groot dat ze het gewoon helemaal zelf wil doen. Ze wil geen hulp, ze wil niet met papa, ze wil niet met iemand anders, ze wil het zelf. Maar mama mag er wel rijden natuurlijk. Dus dat gaan we zo even doen. En ja, verder, het is hot weer, dus we kunnen niks. Het regent. Trouwens wel aangekleed, en ik wil het weer laten zien, want anders vergeet ik het. Top, dat is mijn Pantoprint Warehouse, broekje Levi's. En ik heb even gewoon cash sneakerwitches aan. Vond ik wel fijn in de regen zo. Ik kan daar gelukkig wel overdekt staan. Ik moet even kijken wat ik dan ondertussen zou gaan doen. Maar gewoon even simpel, makkelijk. Daar gaat ze. Succes, mop. Lukt dat? Ik mag niet mee. En ze heeft een rugzak dat ik niet kan zien wat ze heeft gekocht. We zijn thuis. Het ging net echt te hard regenen. Ik stond gelukkig overdekt. Ze heeft het goed gedaan. Het heeft wel heel lang geduurd. En we hebben nu lekker pangsit gehaald. Je hebt er dan ja, maar mama, ik moest goed kijken. Waar moest je goed voor kijken? De ene. Oh. Ze heeft alle cadeautjes in huis gestopt, dus ik mag geen kast meer in. Nou, je mag niet meer achter de cornflakes van papa kijken. En ik mag niet in de oven en ik mag niet in de... Nee, de oven mag ik de oven mag ik wel kijken. De kinderschullenkast, daar mocht ik niet in. Ik mag in van allerlei kasten niet. Ik ben even bij Marcia, want Sarah ging verder met het moederdagcadeau. Dus ik ben het huis uitgezet. En ik heb tijd afgesproken, dan mag ik weer thuis zijn. Dus wij gaan even gezellig thee drinken en kletsen. We hebben gisteren ook al gedaan, maar we gaan gewoon verder. Yay, hallo. Hallo. Ik mocht het huis weer in en ik ben gelijk gaan koken. Ik heb kip in de oven, aardappeltjes opgezet, lekker boontjes. Dus we gaan zo lekker eten. Het ruikt echt lekker. Het eten is bijna klaar. Oh, dit is zwaar, joh. Oh, de kip is zo goed gelukt. Hij ziet er zo goed uit en hij ruikt zo lekker. Wij hebben net weer filmavond gehad. Hoe heet de film ook weer? Oh, ga even kijken. De geheime dienst voor magie. Ja. En die is echt... Ik moet zeggen dat ik het een van de leukere kinderfilms vind die ik de laatste tijd heb gezien. Het is E.T. dan? Ja, maar dat is niet echt een kinderfilm. Maar dit is een animatie, tekenfilm, weet ik veel... Maar nee, hij is echt leuk. Oh, storyboard. Oh nee, wacht. Dat is wat anders. Maar hij is echt een aanrader. Hij is heel leuk. Ik heb nu flinke edit inhaaltijd. En ik heb een blikje guavasap er weer bij gepakt. Daar heb ik nogal trek in. En ik lig echt achter met editen. Dus ik ga me daar echt nu heel erg even op concentreren. Het moeten geloof ik 4. Dat is echt nooit. Maar ja, gisteravond werd laat en... Dat was van de week natuurlijk een ser en noem maar op. Dus het echt, ik ben elke avond andere dingen aan het doen. Dus ik moet het nu echt even gaan doen. Oh, en dan ben je er eindelijk klaar mee. In ieder geval niet klaar, maar voor jezelf klaar mee. Krijg je weer het updaten en het opstarten en het updaten. Maar goed, ik heb er 2 online en 3 geëdit. Maar laat ze me nog gerenderd worden. Het was door het filmkijken al wat later geworden. Dus zoveel tijd had ik niet meer. En ik probeer ook deze vakantie nog steeds enigszins op tijd naar bed te gaan. Wat niet helemaal lukt, maar redelijk. Dus ik wil gewoon een beetje in dat ritme. Ik probeer gewoon een beetje in dat ritme te blijven. Dus als dit klaar is, ga ik mijn laptop uitzetten. Het heeft me veel te lang geduurd, maar ik mag eindelijk naar mijn bed toe. Ik heb wel de kamer ondertussen al opgeruimd, vaatwasser aangezet, alles.
Dus ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!